vond vandaag wel een extra mooi moment. Want ik vond de animo, zeg maar, met name van onze supporters, de aantallen, dat het me verrast, moet ik zeggen. Waar komt die verwachting vandaan? Nou ja, vorig jaar waren er volgens mij niet zoveel. Ik heb de indruk dat er vandaag nog meer waren. Dus ja, heel vorig jaar toch iets goeds gedaan. Lekker om nu weer op het veld te staan? Ja, zeker wel. De eerste twee weken heb ik daar niks gedaan, maar de laatste twee weken heb ik wel bijna elke dag getraind om zo fit mogelijk in de voorbereiding te starten. Want daar maak je meestal wel het verschil, denk ik. Lekker fit zijn en knallen dit jaar. Ja, en nu vanaf het begin af aan betrokken bij de Raadschap? Ja, vorig jaar in de winterstop gekomen en ook kunnen meedraaien, zeg maar, op het trainingskamp in Belek. Nou, nu kan ik vanaf het begin hier meedraaien, oefenwedstrijdjes, leuke oefenwedstrijdjes, dus ja, kijk er naar uit. Je bent toch een voetballer die in principe ook in de Eredivisie zou kunnen voetballen. Betekent dan denk ik ook dat je juist heel ambitieus bent om bijvoorbeeld een kampioenschap hier te behalen? Ja, zeker. Dat is ook de reden waarom ik één jaar heb getekend. Dat is niet omdat ik de club niet leuk vind, maar omdat ik zelf heel veel ambitie heb. Ik denk ook dat ik een Eredivisie voetballer ben. Maar goed, ik hoop dat ik dit jaar in de Jupiler League dat extraatje kan zijn wat de Graafschap in me ziet. En ik hoop dat we kampioen kunnen worden. Of in ieder geval kunnen promoveren. Het zou geweldig zijn. Ja, ik denk dat we gewoon wel in de top 6, dat we daar wel gewoon in moeten meevoetballen. En dan maken we er gewoon weer een mooi seizoen van met z'n allen. En wat is daarin jouw persoonlijke doelstelling? Zoveel mogelijk wedstrijden. Ik moet gewoon een basisplaats gaan veroveren. En ik heb nu de kans in de voorbereiding om goed te laten zien. Ja, voor mensen die jou uit het oog zijn verloren, wat ben jij voor voetballer? Iemand die graag voetbalt. Wat zegt het over het team dat er komend seizoen staat? Is dat een team dat gewoon mee gaat doen om het kampioenschap in de Eerste Divisie? Ja, goed, je weet natuurlijk niet wat andere teams doen. Ik vind wel een aardig een goed elftal hebben, maar je moet ook kijken wat de concurrenten hebben. Dus dat is afwachten. Maar het is wel een elftal wat ik vind op een gegeven moment van... Dat we moeten kunnen spelen, zeg maar, ergens voor. En dan met z'n allen moet daar nog even kijken hoe dat de voorbereiding verloopt en wat we dan willen.